Beste broeders en zusters in de Heer, vandaag 16 augustus, vrijdag van de 19e week door het jaar. Uit de profeet Ezechiël. Zo spreekt God de Heer. Met u zal ik doen zoals Gij met mij hebt gedaan. Gij die de eed zo gering hebt geacht, dat Gij het verbond hebt verbroken. Toch zal ik weer terugdenken aan het verbond, dat ik in uw jonge jaren met u was ingegaan. Ik zal een eeuwigdurend verbond met u sluiten. Dan zult gij terugdenken aan uw gedragingen en uw schamen, wanneer ik uw zusters, de grotere en de kleinere, zal krijgen en zo u als dochters zal geven. Zonder dat het verbond met u mij daartoe verplicht. Ik zal mijn verbond met u sluiten en gij zult erkennen dat ik de Heer ben. Dan zult hij tot inkeer komen en schaamrood worden en van schaamte geen mond meer open doen, wanneer ik verzoening bewerk voor alles wat hij gedaan hebt. Zo spreekt God de Heer. Woord van de Heer, wij danken God. En bij deze eerste lezing zien wij God die zich herinnert van het verbond dat Hij heeft gemaakt met Israël in zijn jeugd. Maar Israël heeft dit verbond gebroken. En zelfs zo gaat God nog een nieuw verbond met Israël sluiten. En dan had Israël de Heer als God, als zijn God erkennen. Het had zich bekeren van zijn fouten. En zo de vergeving, de vergiffenis bereiken. God straft ons niet. De zonde heeft zijn eigen straffen. En zijn vruchten zijn pijnlijk. God is het goede. Hij is de liefde. En als Hij toeliet ons leed, is het om ons te doen terugkeren tot Hem. Hoeveel keren worden wij al vergeven? God wil ons brengen tot een definitief bekering. En zo maakt Hij van ons teken en instrumenten van zijn reddende liefde. En de psalm van vandaag komt vanuit de profeet Jesaja, hoofdstuk 12. God is mijn heil, ik verlaat mij op hem. Ik hoef voor geen onheil te vrezen. De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mijn kracht. Hij toont zich mijn helper en redder. De dag is nabij dat ge water zult putten. Met opgeruimd hart uit de bron van het heil. Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn naam. Verkondigt de volken zijn machtige daden. Maakt alom zijn grootheid bekend. Zingt luid voor de Heer die wonderen deed. Laat heel de aarde het horen. Verheugt u in jeugd, hij die Sion bewoont. Want Israëls heilige woont in uw midden. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd kwam er farizeeën naar Jezus toe, om hem op de proef te stellen met de vraag: staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten, om welke reden dan ook? Hij gaf hen ten antwoord: hebt gij niet gelezen dat de Schepper in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft en gezegd heeft: daarom zal de man vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw. En deze twee zullen worden één vlees? Zo zijn zij niet langer twee, één vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag in mens niets scheiden. Zij zeiden hem: waarom heeft Mozes dan voorgeschreven
bij het wegzenden van een vrouw een scheidingsbrief te geven. Hij antwoordde: om de hardheid van uw hart heeft Mozes u toegestaan uw vrouwen weg te zenden. Aanvankelijk was dit echter niet zo. Ik zeg u dus: wie zijn vrouw wegzendt en dit niet wegens ontucht, in een ander huwt, begaat echtbreuk. En wie een weggezonde vrouw huwt, begaat echtbreuk. De leerlingen zeiden hem: als de verhouding tussen man en vrouw zo is, kan men beter niet trouwen. Hij antwoordde: niet iedereen kan dit begrijpen, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Er zijn onhuwbaren die zo uit de moederschoot zijn voortgekomen. En er zijn onhuwbaren die door de mensen zo gemaakt zijn. Maar ook zijn er onhuwbaren die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt. Omwille van het rijk der hemelen. Wie bij machte is dit te begrijpen, hij begrijpen het. Woord van de Heer, wij danken God. En bij dit evangelie van vandaag is Jezus heel duidelijk. Hij had de toegeeflijke samenleving aansporen. God heeft man en vrouw geschapen voor een onverbrekelijk huwelijk. Alleen maar een grotere verantwoordelijkheid, zoals de dringend noodzaak om het koninkrijk der hemelen te verspreiden, maakt het afzien van het huwelijk prijzenswaardig. En zoals Jezus zelf heeft gezegd: wie bij machte is dit te begrijpen, hij begrijpt het. En wij zien hier dat Jezus spreekt over het celibaat heel duidelijk. Over het huwelijk en over het celibaat. En er is geen roeping beter dan de andere. De beste roeping is de uwe. Het is de roeping die Jezus heeft voor u voorbereid. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen. En gezegend de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.